Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Bijzonder Gesprek. Het is niemand onopgemerkt gebleven dat de Ibn Khaldun School de laatste tijd veel in de publiciteit is gekomen. We gaan een gesprek aan met de bestuursvoorzitter van deze school om een verduidelijking te krijgen over een aantal punten. Meneer Ayhan Tunja, bedankt dat u ons de kans heeft gegeven om hier uw verhaal aan te horen en om een interview bij u af te leggen. Van harte welkom op onze school. Dank u wel. Ik wil graag beginnen met de eerste vraag en dat is of u de school kort wilt voorstellen. Kunt u misschien iets vertellen over het ontstaan van de school en hoe de school zich de laatste jaren heeft ontwikkeld? Ja. Deze school bestaat nu ruim 12 jaar. Het is een school met een islamitische grondslag voor het voortgezet onderwijs. Dus alle afdelingen van VMBO, MAVO, vroeger MAVO, HAVO, Atheneum, die wordt hier onderricht voor leerlingen. Die uiteindelijk na de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Heel veel moslimouders denken dat dit een soort Koranschool is. Dat is het niet. We zijn gewoon een normale school, zoals alle scholen op voortgezet onderwijs ook hier in Nederland lesgeven. We geven uiteindelijk ook dezelfde curriculum, dezelfde vakken die ook op willekeurige andere school. Het verschil met andere voortgezet onderwijsinstellingen is dat wij een islamitische grondslag hebben. En dat geeft aan dat je als ouders, dus als schoolbestuur, een eigen inkleuring kunt geven aan de lessen die je geeft en die je moet geven. En wat is daar dan het verschil met een andere school? Wij geven hier bijvoorbeeld Turks en Arabisch als vak, net als Engels, Frans en Duits als vak. Leerlingen kunnen daar ook examens in doen. Wij geven godsdienstlessen. Wij beginnen onze lessen bijvoorbeeld altijd met een dua en een sura uit de Koran voordat de lessen beginnen. Wij hebben voor onze leerlingen die gaan gymmen, meisjes apart en jongens apart gymmen. Zo zijn een aantal dingen die rondom identiteitsvraagstukken, die onze identiteit vanuit de islam meegeeft, proberen we dat zo goed mogelijk hier op school ook weer te geven. Ja. Bijvoorbeeld ook de vrijdagmiddag salaat. Mm-hmm. Wij hebben vrijdagmiddags alle leerlingen vrijgeroosterd. Wij hebben hier ook een kleine moskee waar leerlingen dan hier kunnen gaan bidden met onze imam. Die dan de vrijdagmiddag hier samen met personeel. Of leerlingen zijn dan vrijgeroosterd, kunnen ze naar huis, naar de moskee waar ze dan zelf de vrijdagmiddag salaat kunnen doen. Mm-hmm. Zo zijn er dus een aantal verschillen ten aanzien van andere voortgezet onderwijsscholen. Maar primair, als het om het onderwijs zelf gaat, zijn wij gewoon gehouden aan het curriculum van de inspectie. Oké, en u bent nu al langer dan een jaar zelf bestuursvoorzitter van deze school. Hoe heeft u de school aangetroffen toen u werd aangesteld als bestuursvoorzitter? Ja, eigenlijk een hele benarde situatie. De school verkeerde in zeer zwaar financiële problemen. Daarom heeft de Raad van Toezicht ook gezegd van dat de vorige bestuurder naar huis is gestuurd en ze hebben mij aangetrokken en mij gevraagd van wil jij deze klus voor ons oppakken en zorgen dat deze school weer beter wordt. Want wat was de situatie? De situatie was dat deze school 4,5 miljoen schulden had. En op een begroting van 6 miljoen die je jaarlijks vanuit de overheid krijgt, is 4,5 miljoen een fors bedrag. Eigenlijk was de school bijna failliet. Men kon niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. Men kon de salarissen niet meer betalen. Dus dat werd echt een hele grote klus. Ik heb toen gezegd van ja, ik wil deze uitdaging aan. Omdat we nog maar één onderwijssoort hebben op islamitische grondslag in het VO, in het voortgezet onderwijs. Mm. Amsterdam, ICA, dat was de andere, maar die is 3 jaar geleden gesloten. Mm-hmm. En zijn nog steeds bezig om opnieuw op te starten, maar dat lukt niet. En mijn uitdaging zat erin dat ik zei van, nou, ik wil islamitisch voortgezet onderwijs redden in Rotterdam en voor heel Nederland. We zijn nog maar de enige die over is. En de behoefte van ouders is aanwezig. En ik heb gezegd van, ik wil die uitdaging wel aangaan om ervoor te zorgen dat deze school weer beter wordt. Ik was daarvoor al 5 jaar voorzitter van de landelijke koepel van islamitische scholen in Nederland. Dat is bestuursorgaan ISBO. Die alle scholen vertegenwoordigt in Nederland op islamitische grondslag. Dus ik kende de situatie van Ibn Khaldun ook wel een beetje. Ik kende het islamitisch onderwijsveld een beetje. En met mijn bestuurlijke achtergrond dacht ik van nou, dit moet te klaren zijn. Daarnaast was het probleem met onderwijskwaliteit. De kwaliteit van het onderwijs is vergeleken met andere scholen in Rotterdam en in Nederland niet heel erg slecht. Maar dat is altijd een schommeling geweest. Jarenlang is het hier zo geweest dat de ene keer de afdeling X zwak was en dan was die weer beter, werd de andere afdeling weer zwak.
En zelfs in 2008 waren alle afdelingen zwak op deze school. En op dit moment en vorig jaar toen ik in februari binnenkwam met die hele hoge schuld en daarnaast ook nog rondom kwaliteit, waar we langzaam zagen dat de kwaliteit ook achteruit ging op een aantal afdelingen. Onze rector die is in maart vorig jaar begonnen samen met mij. We zijn dus eigenlijk samen begonnen aan de klus waar ik de organisatorische kant van de zaak heb opgepakt en hij heel meer de kwalitatieve kant. En onze rector, dat was een oud inspecteur van de inspectie. Okay. Dus gewoon een inspecteur die precies weet hoe uiteindelijk ook de opbrengsten en de kwaliteit van de scholen gemeten worden en wat je daaraan moet doen. Dat was eigenlijk de klus. Wat hebben wij toen gedaan vorig jaar? Ja, 4,5 miljoen schuld. Je bent bijna failliet, je kan niks meer betalen. Wij hebben met de gemeente Rotterdam, met OCW en met de inspectie en samen ook met de ISBO als schoolbestuurorganisatie gesprekken gevoerd van kunnen wij wat doen aan de financiële situatie zodat we in ieder geval vooruit kunnen? Kunnen wij in ieder geval financieel regelingen treffen met schuldeisers, met de OCW, met de gemeente Rotterdam om in ieder geval van die schulden af te komen? De vraag was ook van, ja, hoe kom je dan al zoveel schulden? Eén, dat had te maken met het verleden. In het verleden, vanaf 2008, is er een groot onderzoek in het hele islamitisch onderwijs geweest door het ministerie. En daaruit bleek dat een aantal bestedingen verkeerd waren besteed. En zo was het hier op deze school, dat deze school in het verleden geld voor school besteed had aan leerlingenvervoer. Dat mocht niet. En geld besteed had aan Mekka-reizen. Dat mocht ook niet. Dat was een hele grote schuld waar de ministerie van gezegd heeft, wij willen dat geld terug hebben. Dat was een hele grote schuld. Ruim 1,8 miljoen euro dat terug moet betaald worden. Daarnaast, in 2011, was er een schuld aan de gemeente ontstaan door onderhoudskosten vanuit het verleden. De schoolgebouwen moeten onderhouden worden. De gebouwen zijn van de gemeente. De gemeente doet de onderhoud, maar de school betaalt voor het onderhoud. Maar vanaf 2008 zijn daar heel veel dingen misgegaan en er is een schuld opgebouwd door deze school waar de onderhoudskosten niet betaald zijn, omdat ze er niet eens mee waren of om wat voor reden dan ook. En ook dat was weer een schuld van bijna ruim 1 miljoen. En daarnaast had je heel veel schuldeisers extern enzovoort. Nou, dat waren dus allemaal hele grote problemen die wij aantroffen. En we zeiden van, ja, hoe gaan we dat dan oplossen? De oplossing was dat wij met OCW, met de gemeente Rotterdam, een terugbetalingsregeling getroffen hebben. Een gespreide betaling over meerdere jaren. Met OCW had ik een afspraak dat ik in 8 jaar tijd het geld terug zou betalen. Met de gemeente Rotterdam had ik afgesproken van dat ik dat in 4 jaar zou terugbetalen. Nou, al die dingen waren in gang gezet. De andere kant van het verhaal is, hoe ga je dan met kwaliteit verder? Daar heeft met name onze rector, de heer Renders, ook een plan van aanpak gemaakt om heel nadrukkelijk aan die kwaliteit van die school te gaan werken. Wat moet je doen? Hoe moet je aanname van leerlingen? Moet je dat organiseren? De kwaliteit van je docentenkorps, hoe ga je dat organiseren? Een personeelsbeleid gaan voeren, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken opzetten, functiebeschrijvingen opstellen. Eigenlijk hele basale dingen die op deze school nog helemaal nog niet aanwezig waren. Dat heeft ons zeer verbaasd. Maar we hebben wel daar die stappen in gezet. Het resultaat van het geheel is geweest dat we vorig jaar in 2012 met al die maatregelen die we getroffen hebben uiteindelijk toch een heel goed financieel goed jaar gedraaid hebben. Heel moeilijk. De schuld van 4,5 miljoen is teruggebracht naar 3,5 miljoen in 1 jaar tijd. En we hebben gewoon ook inhoudelijk heel veel stappen gezet in de kwaliteitsverbetering. Op dit moment is het zo dat de kwaliteit aan opbrengsten, openbare informatie die iedereen op de inspectiesite van alle scholen kan zien, dat deze school maar 1 afdeling zwak is en 4 afdelingen voldoende zijn. Maar wij waren daar niet tevreden mee. Dat was in het verleden ook altijd zo. Dus een schommeling. Ene keer deze afdeling. Wij wilden continuïteit in die kwaliteit. Want onze identiteit verplicht ons en onze leerlingen dat wij kwaliteit leveren. Wij hebben vanaf het begin gezegd, deze school is een school die kwaliteit moet leveren naast identiteit. En identiteit en kwaliteit moeten parallel lopen. Het is niet alleen identiteit. Ik heb niks aan een school die alleen maar identiteit levert, maar de kinderen slecht onderwijs geeft. En dat ze dus in de toekomst niet door kunnen stromen naar hogere scholen, hogere opleidingen. En dat ze soms zonder diploma op straat komen. Daar heb ik niks aan. En het omgekeerde heb ik ook niet. Als ik alleen maar kwaliteit kan hebben, ik heb geen identiteit. Dan kun je net zo goed naar een andere school. Dus die dingen moeten echt samen opgaan. Kwaliteit en identiteit moet parallel lopen. En dat verplicht mijn identiteit. De islam verplicht dat dan ook. Dat leerlingen dat moeten krijgen, de beste onderwijs moeten krijgen. Gelukkig is dat bij het primair onderwijs gelukt.
Want onlangs heeft de staatssecretaris de CITO-scores bekendgemaakt. En daar zie je dat bijna alle islamitische scholen in Nederland bovengemiddeld CITO-scoren. Dat is een proces van 5 jaar geweest om dat zover te krijgen. Alhamdulillah is dat gelukt en ik hoop dat dat ook verder vastgehouden wordt. En ik wilde heel nadrukkelijk ook het voortgezet onderwijs, die kwaliteitsslag met de identiteit kunnen borgen. Ja, die stappen zijn allemaal gezet daarvoor. Mm-hmm. We hebben een goed jaar gedraaid, we waren op de goede weg. En het heeft ook tijd nodig. Ook naar personeel toe. Personeel die niet voldoende presteert. Personeel die niet goed Nederlands kan spreken. Personeel die niet de juiste bevoegdheden heeft. Ook daar waren allemaal plannen voor gemaakt om ze naar opleidingen te sturen. Om een diploma te halen. Om bevoegdheid, eerste graads bevoegdheid te halen. Om dat allemaal op de rails te gaan zetten. Oké. Nou is de afgelopen maanden Ibn Khaldun in de publiciteit gekomen. Ik hoef daarover niet veel te vertellen, want dat is al bekend onder de kijkers. In verband met die examenfraude dus. Hoe kijkt de school daar tegenaan? Verschrikkelijk. Het is eigenlijk geen examenfraude, het is examendiefstal. Verschrikkelijk dat het op mijn school, een islamitische school, leerlingen die hier op school zitten, uiteindelijk iets gedaan hebben wat zo tegen de identiteit van de islam, tegen de akhlaq van de islam indruist, dat ze een diefstal hebben gepleegd, waarin 27 examens, ongekend en ongehoord in heel Nederland, gestolen hebben en dat uiteindelijk ook helemaal verspreid hebben over heel Nederland. En dat op een islamitische school. En dat zijn moslimkinderen die dat gedaan hebben. Dat is verschrikkelijk voor de islam en voor alle moslims. En daar schaam ik me diep voor. Dan hebben we eigenlijk een aantal dingen niet goed gedaan. Want als je ziet dat deze leerlingen 6 jaar lang, het waren VWO-leerlingen, dan mag je van verwachten dat ze eigenlijk slim zijn. 6 jaar lang hier op deze school gezeten hebben. En elke keer in onze vrijdagmiddagpreek, in onze godsdienstlessen, over halal en haram gesproken wordt. Over ahlak gesproken wordt. Over de identiteit van de islam gesproken wordt. En dat je als moslim een rechtvaardig mens moet zijn. En dat je ook halal moet verdienen. En dat haram gewoon ook verboden is. En dat diefstal onder haram valt. En dat je daar gewoon niets aan moet. En dat deze leerlingen toch, na 6 jaar, dat elke keer gehoord hebben, zoiets kunnen doen, dat doet mij pijn aan het hart. Voor deze leerlingen, de overige leerlingen hier op school, voor de moslims in heel Nederland, om die beeldvorming die daardoor is ontstaan, dat het helemaal kapot is gemaakt. En dat doet mij heel erg pijn. Het effect daarvan is geweest in die hele beeldvorming in de media, dat zie je nou wel, islamitische school dit. Zie je nou wel, al die examens in het verleden zijn ook niet koosjes. Die hebben misschien ook wel gefraudeerd. De hele imago van deze school is daarmee gewoon verziekt. En je zag het overal in de media, je zag het in grapjes, je zag het in programma's. Er waren allemaal grapjes gemaakt, waar heb je diploma vandaan? En als zelfs de Tweede Kamer, Geert Wilders, president Rutte beticht van waar heb jij je economiediploma gehaald, zeker bij Ibn Khaldun. Ja, dan is dat toch iets waar je gewoon diep en diep voor moet schamen, wat uiteindelijk een aantal van deze leerlingen gedaan heeft. Nou, die leerlingen zeg ik van, ja, ik geef het over aan Allah. Want zij moeten dat daar verantwoorden. Ze hebben een grove fout begaan en ze moeten die rekenschap maar met Allah gaan doen. Meer kan ik op dit moment ook niet, want het strafproces, dat is hier, dat loopt gewoon via het Openbaar Ministerie. Nee. Dat heeft voor mij ook gezegd van ja, we waren zo goed op weg. We hadden juiste stappen gezet. We hadden onze huisvestingsproblemen opgelost met de gemeente tijdelijk, want de gemeente heeft natuurlijk ook heel veel steken laten vallen. Want deze school heeft 12 jaar lang altijd in hele oude gebouwen gezeten. Deze school is 12 jaar lang door de gemeente altijd in tijdelijke huisvesting, in slechte huisvesting. Dat ligt voor een deel misschien bij de besturen zelf in het verleden, maar ook bij de gemeente. Waarom heeft deze school nooit goede huisvesting gehad? Waarom, als ik op 700 leerlingen, verspreid over Rotterdam op 4 locaties, en allemaal flutlocaties, flutgebouw, die er niet uitzien, denk van hoge exploitatielasten, hoge lasten, je moet 4 conciërges moet je dan betalen op 4 locaties. Noem het allemaal maar op. Allemaal kosten, op rekening van deze school. En de gemeente heeft nooit medewerking verleend naar goede huisvesting toe in het verleden. Daarvan heb ik ook gezegd tegen de gemeente, jullie moeten, dat was vorig jaar, ons huisvesting geven. We zijn gelukkig vorig jaar voor de zomer ook gelijk verhuisd van 4 locaties naar 2 locaties. 1 locatie voor het VMBO, dat is op het andere locatie bij ons, en 1 locatie voor HAVO-VWO. Dat was voor de leerlingen beter,
Want op 4 locaties betekende, de ene keer hadden ze daar op die locatie les en het andere jaar daar op die locatie les. Docenten moesten van de ene locatie naar de andere locatie. We gaan door heel Rotterdam heen pendelen. Hmm. Ook heel veel kosten en geen eenheid en geen saamhorigheid als school totaal. Iedereen had zijn eigen eilandje gecreëerd. Ja, dat waren allemaal dingen die wij in gang hadden gezet. Met financieel goed, solide beleid voor de toekomst. Maar wel zorgelijk, want dan nog, 3,5 miljoen is 3,5 miljoen, is heel veel geld. En het geld wat ik niet aan leerlingen besteed, omdat ik moet aflossen. Ik heb 1 miljoen afgelost. Dat betekent dat ik die 1 miljoen in kwaliteit aan leerlingen had kunnen besteden. Dat heb ik niet kunnen doen. Hmm. En dat kun je niet lang volhouden. Maar we waren op de goede weg en dan gebeurt er iets verschrikkelijks op deze school, waar heel veel leerlingen van mij ook last hebben gehad en heel Nederland last heeft gehad. Want stel je voor dat al die examens, je kent die periode, gaan de examens wel door of niet door, krijgen ze wel uitslag, niet uitslag, heel Nederland zit in spanning te wachten. En ik was blij dat de staatssecretaris toen besloten heeft dat het alleen bij deze school de examens ongeldig verklaard waren. Ja, blij is vreemd, want je hoeft daar niet blij om te zijn, maar ik was wel blij dat het voor heel Nederland niet gold. Maar voor onze leerlingen was het gewoon een ramp. Heel veel leerlingen hadden er helemaal niks mee te maken, HAVO, VWO leerlingen. Maar ze moesten wel allemaal een examen overdoen. In een hele moeilijke situatie. En dat heeft dus gewoon effect gehad dat ze midden in de zomer opnieuw examen hebben moeten doen. En dat ze soms een aantal van hen misschien in oktober nog eens een keertje herexamen moeten doen. Dat is gewoon verschrikkelijk voor al die leerlingen bij ons die gewoon eerlijk een diploma wilden gaan verdienen. Maar door hetgeen wat een aantal van onze leerlingen gedaan heeft, ook zo getroffen en geraakt zijn. Moreel, psychisch, maar ook vanuit hun eigen identiteit, dat ze daarop aangekeken worden. Ja, en dan is er eigenlijk één vraag van, ja, wat ga je dan doen? Die imago-schade is zo groot, dan moet je gewoon stappen ondernemen om te zeggen van, ja, we moeten op een andere manier verder gaan. We kunnen niet meer op dezelfde manier verder, na wat er allemaal gebeurd is. Er moet echt iets nieuws gaan komen. Wil islamitisch onderwijs, dat is nog maar 1 in Nederland. En dat is het primair belang van ons allemaal. Wij willen het islamitisch voortgezet onderwijs in Nederland behouden. Op welke manier dan ook, dat moet behouden blijven. Want als die weg is, dan krijgen we dezelfde toestanden als Amsterdam en ICA. Dan krijgen we misschien nooit meer islamitisch voortgezet onderwijs. Ja. En ouders hebben daar recht op. En ouders vragen dat ook. Ja. Ook als je naar Rotterdam kijkt. Kijk maar hoeveel moslims in Rotterdam wonen. Deze school heeft in het verleden soms 950 leerlingen gehad. Mm-hmm. Potentie genoeg in Amsterdam. Maar, ik zeg ook naar die ouders toe. Zij wensen natuurlijk naast identiteit ook kwaliteit. Is die behoefte ook echt groot in Rotterdam? Als je in Rotterdam kijkt, dan is, als je naar gewoon cijfers kijkt, denk dat ongeveer 60% van Rotterdam allochtoon is. Mm. En als je van die allochtone gemeenschap de helft moslimgemeenschap zou noemen, dan is dat een heel groot aantal van Rotterdam. Zo'n 30% van de Rotterdamse bevolking is met een moslimachtergrond. Met moslimidentiteit. Ja, dat is een heel grote doelgroep. En deze school is ook een school voor de Rotterdam en omgeving. Ik heb leerlingen vanuit Den Haag, Gouda, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen, Maasluis. Dus ook een hele regionale school. En dat maakt het ook heel erg voor mij van belang, dat ik niet zozeer de stichting Ibn Galdoen wil gaan redden. Nee, ik wil islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam redden. Mm-hmm. Die moet overeind blijven. Ja. Nou, alles wat er gebeurd is, is er eigenlijk maar 1 oplossing nodig. Eigenlijk moet je af van het verleden. Want na de examendiefstal is het inspectie is bij ons geweest met een inspectieonderzoek. Drie dagen lang hebben ze hier onderzocht van wat is er misgegaan. Ik heb tegen ze ook gezegd van met 10 man, ja, maar wat kom je hier nou eigenlijk onderzoeken? Ik stond al onder financieel verscherpt toezicht van de inspectie. Ik had die afspraken gemaakt. Elke maand stuur ik mijn financiële cijfers en rapporten naar de inspectie toe. Als het om kwaliteit gaat, waren er reguliere gesprekken over de zwakke afdelingen. Mm-hmm. En die hebben we ook gevoerd in het najaar, in het voorjaar. Mm-hmm. Die gesprekken liepen. Alles wat ze konden krijgen van mij, dat wisten ze al en hebben ze ook van mij gekregen. En uiteindelijk zegt dat rapport, ja, de financiële situatie is zo zorgelijk. Dat wist ik, dat wisten zij ook. Mm-hmm. De kwaliteit voor de toekomst binnen 2 jaar, om dat te bestendigen met die financiën, is ook zorgelijk. Mm-hmm. Dat wist ik, dat wisten zij ook. En dat geeft aan dat deze school alleen maar een kans heeft om binnen 2 jaar schoon schip te maken, als je een aantal voorwaarden moet hebben. Dat is 1, je moet van je schulden af. Yeah. Je moet van het personeelsbestand af die niet goed presteert. Mm-hmm. Je moet een goede huisvesting krijgen. En je moet bestuurlijk onder een grotere koepel vallen. Ja, als die voorwaarden niet aanwezig zijn, ja, dan heeft dat geen bestaansrecht meer. Dat heb ik ook gezegd. Als die voorwaarden nu niet gerealiseerd worden, mm-hmm. ja, dan kun je onze kinderen
kun je dat niet meer aandoen. Je kan geen slecht onderwijs meer geven voor onze kinderen voor de toekomst. Dat verplicht mijn religie, onze islam, verplicht dat ons ook. Je kan die kinderen niet zomaar slecht onderwijs geven en daarmee geen diploma en daarmee uiteindelijk ook een hele slechte toekomst voor onze kinderen realiseren. Ja, ja, duidelijk. Nou, er is dus naar aanleiding van dat rapport wat uit is gekomen, is het een voorstel gedaan om de bekostiging van de school te stoppen. Wat zou dat betekenen voor de school? En wat zou dat betekenen voor de leerlingen? Want ik kan me voorstellen dat de leerlingen hier allemaal de dupe van zijn geworden. Dus wat zou dat betekenen voor beide partijen, de school en de leerlingen? Kijk, de staatssecretaris heeft het voorgenomen besluit nu bijna 2 weken geleden aan mij opgestuurd. Waarin hij zegt van gezien het rapport ga ik per 1 november de bekostiging stopzetten. Mm-hmm. Dat besluit moet hij deze week formeel, want dat was voorgenomen besluit. En hij zei deze week moet hij besluiten om de bekostiging per 1 november stop te gaan zetten. Ja, wat houdt dat in? Als ik op per 1 november geen geld meer krijg, ja, dan houdt deze school op te bestaan. Want dan heb ik geen geld meer voor mijn docenten. Heb ik geen geld meer om de gebouwen te onderhouden. Dus al die leerlingen komen op straat te zitten. Wat ik gezegd heb in het belang van onze kinderen en in het belang van het voortgezet onderwijs. Het gaat niet om de stichting, het gaat om het belang van onze kinderen en het voortgezet islamitisch onderwijs in Rotterdam. Dat al die leerlingen niet moeten verspreid worden over heel Rotterdam, maar dat ze onder 1 dak komen te staan. En het liefst onder 1 schoolbestuur, tijdelijk, zodat deze leerlingen gewoon islamitisch onderwijs kunnen krijgen waar ze recht op hebben en waar ze ook kwaliteit kunnen krijgen. Dus geen spreiding. Moet je eens voorstellen dat een examenleerling die nu examen moet doen, ineens naar een andere school moet. Met hele andere vriendenkring eromheen. Hele andere methodes. Hele andere omgeving. Dat is gewoon funest voor die leerling. Dat moeten we behouden. We moeten al die leerlingen die hier bij ons op school zitten. En het zijn er nu 637. Mm-hmm. Want uiteindelijk heeft die examendiefstal ervoor toegeleid dat ik nu bijna 60 ouders en 60 leerlingen mis. Mm-hmm. Omdat ze naar een andere school vertrokken zijn. Mm-hmm. Al die leerlingen die nu hierop, die moeten gewoon het minst merken van de verandering. Zij moeten gewoon les krijgen. Dat krijgen ze nu ook. Tot 1 november hebben wij hier gewoon lessen die gewoon geprogrammeerd staan. En onze docenten gaan die lessen gewoon geven alsof er niks aan de hand is. Natuurlijk is er heel veel spanning, maar de lessen gaan gewoon door. Want dat is primair belang. En wij proberen met een ander schoolbestuur al die leerlingen onder 1 schoolbestuur te brengen. Zodat de leerlingen in deze gebouwen gewoon nog les kunnen krijgen. Okay. En dat de leerlingen in dezelfde klasse les gaan krijgen. Alleen met misschien andere docenten erbij. Want een deel van mijn docenten, die kunnen in die nieuwe school kunnen die verder. Omdat ze bevoegd zijn en kwaliteit kunnen leveren. Mm-hmm. En een deel die dat niet heeft, die kan niet verder. Maar wordt een nieuwe docenten geworven worden. Okay. En dat moet allemaal binnen een maand gebeuren. Okay. Om ervoor te zorgen dat 1. De leerlingen onder 1 dak komen. Wij tijdelijk onder die constructie verder gaan. En na een jaar weer verder kunnen gaan in een zelfstandige stichting. Om weer islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam te gaan geven. Oké, ik kan me voorstellen dat ja, sommige mensen dan denken, want er zijn inderdaad al geluiden naar voren gekomen. Ja. Dat er wordt gedacht aan een nieuwe islamitische middelbare school. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dan denken van is het bestuur of is het onderwijssysteem dat niet capabel genoeg was om aan de kwaliteit te voldoen, wel capabel genoeg of geschikt om een nieuwe school op te richten. Dat is dan denk ik de vraag die bij veel mensen naar boven komt. Ja, maar kijk, het punt is, wat heeft met kababel te maken? Ik zit hier 1,5 jaar samen met mijn rector. Ja. En de inspectierapport zegt ook heel nadrukkelijk, dit schoolbestuur, die 1,5 jaar zit, heeft heel veel dingen in gang gezet en waren op de goede weg. Maar de tijd is te kort gebleken om resultaten van die stappen die gezet zijn. En je ziet in het inspectierapport dat alleen maar verwezen wordt naar het verleden. De school heeft zo'n verleden in het gehad, 2008, 2009, 2010, 2011. Alleen maar het verleden, het verleden. Mm-hmm. En de oplossing om een nieuwe start te maken voor het islamitisch voortgezet onderwijs is om het verleden te verleden te laten. Schoon schip te maken. Mm-hmm. Dus eigenlijk gewoon weg met het verleden, weg met je schulden, weg met kwalitatief slecht onderwijs. Zorg dat je iets nieuws gaat starten. Maar een school opnieuw starten, deze school weg en dan nieuwe aanvraag, is geen optie. Okay. Dat zien we in Amsterdam. Mm-hmm. Ze zijn al 3 jaar bezig en ze hebben nog steeds geen school. Okay. Dus we moeten kijken hoe wij voor elkaar kunnen krijgen in Rotterdam, dat onze kinderen geen dupe worden,
maar gewoon de lessen kunnen blijven volgen op dezelfde locatie, in dezelfde klasse waar ze zitten, mm-hmm. maar wel onder een andere vlag. Okay. En die vlag, die kan een willekeurige vlag zijn, maar dat is een tijdelijke parkeerhaven. Wij parkeren tijdelijk de leerlingen onder een ander schoolbestuur. Ja. En dan gaan we volgend jaar met een aparte stichting, hoeven geen nieuwe aanvraag in die doen. Wij gaan gewoon die leerlingen weer terugplaatsen in die aparte stichting. En we gaan samen met die schoolbesturen kijken van hoe we die kwaliteit voor de toekomst. We gaan niet meer dezelfde fouten vanuit het verleden maken. We moeten ook, andere besturen moeten ons daarbij helpen. We moeten het niet zelfstandig hoeven te doen. Met samen met die andere besturen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat islamitisch voortgezet onderwijs voor de toekomst duurzaam bestendig kwaliteit kan leveren met de identiteit erbij. En hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dat is het proces die we nu met die schoolbesturen aan het bespreken zijn. Ik begrijp dat sommige ouders zeggen van ja, maar welke garanties heb. Ja, maar dit is een kans die we moeten pakken met elkaar. Een kans die heel nadrukkelijk voorhanden ligt, waar andere schoolbesturen de hand hebben uitgestoken van ik wil jou helpen. Ook al is het een christelijk onderwijsinstelling of een protestants onderwijsinstelling. Zij hebben een hand uitgestoken. Ik wil jou helpen om 1 jaar lang even bij mij te parkeren en daarna weer in een aparte stichting zelfstandig verder te gaan. Okay. Dat is de kans die wij als moslimgemeenschap in Rotterdam voor het islamitisch onderwijs in Rotterdam, dat we die moeten pakken. Wat is de andere optie? Als dat niet lukt, ja, dan is er eigenlijk geen optie meer mogelijk. Want als ik dan 1 november geen geld meer heb en andere schoolbesturen willen niet en onze ouders willen dat niet, ja, dan houdt deze islamitisch onderwijs op te bestaan. En dat zou ik doodzonde vinden, want we krijgen hem nooit meer terug. Dat zie ik in Amsterdam. En ik wil dat niet hier in Rotterdam. Ik wil dat het islamitisch voortgezet onderwijs blijft in Rotterdam, omdat we daar recht op hebben, omdat ouders daar recht op hebben, met die kwaliteitsslag die er voor gebeurt. Ja, en dan kun je zeggen van ja, wij gaan procederen, wij gaan dat doen. Natuurlijk kun je procederen. Je kan een proces met de staatssecretaris zeggen. Maar wat is het effect? Het effect is het volgende. Stel je voor dat je een proces met de staatssecretaris wint. En de staatssecretaris moet zijn besluit terugtrekken. Zegt hij van oké, dan krijg je nog geld. Oké, en dan? Wat is dan? Ik moet 3,5 miljoen euro betalen. Ik heb dat geld niet. Ik moet mijn verplichtingen voldoen. Ik heb dat geld niet. Ik moet van een aantal docenten die niet presteren, moet ik ontslagvergoedingen betalen als ik ze wil ontslaan. Ik kan dat niet. En dan? Gaan we zo doormodderen? En dan over 2 maanden dan failliet omdat je niet aan je verplichtingen kan doen? Of je moet zeggen, vind mij nu 4,5 miljoen. Ja. Binnen nu en een week. Gemeenschap, islamitische gemeenschap. Open en eerlijk, doneer 4,5 miljoen naar Ibn Khaldun. En dan redden we deze school. Maar is dat realistisch? Kunnen wij, en als ik nu een oproep via jullie doe van, ik geef een bankrekening en stuur mij geld, ik moet 4,5 miljoen hebben binnen nu en 10 dagen. En als ik 4,5 miljoen heb, kan ik deze school weer. Hoe realistisch is dat? Ik zou dat willen. Mm-hmm. Maar is dat realistisch genoeg om met 4,5 miljoen op tafel te komen om deze school weer uit te. Want als ik dat geld zou hebben, dan ga ik een plan maken waar ik met de gemeente kan afspreken, jij gaat mijn onderwijshuisvesting geven. Ik ga met mijn docentenkorps afspreken, reorganisatie, sociaal plan. Mensen die presteren en mensen die goed zijn kunnen blijven en mensen die dat niet zijn, die kunnen weg. Maar daar moet ik wel voor betalen, ontslagvergoedingen. Dan kan ik dat regelen. Ik kan het met nieuwe mensen, kan ik dan nieuwe mensen aantrekken. En ik kan ervoor zorgen dat deze school die nieuwe schone lei, zoals in het inspectierapport staat, dan kan ik dat zelf voor elkaar krijgen. Ja. Maar dat is denk ik iets wat de gemeenschap zelf, ook als ze dat zo belangrijk vinden, dan moeten ze dat nu gaan organiseren en zeggen van hier Ibn Khaldun, hier heb je 4,5 miljoen. Ja. Maar dat geld moet wel transparant zijn. Kijk, je moet natuurlijk ook met wet en regelgeving te maken hebben. Het moet geen geld zijn van lugubere organisaties die bijvoorbeeld geld willen witwassen of dat soort dingen. Dat kan natuurlijk niet. Je moet gewoon eerlijk geld hebben waarin ouders, organisaties, instellingen, moskeegroeperingen, dat zeggen van oké, wij willen gewoon geld inzamelen. 4,5 miljoen, ga er maar aan staan. We weten hoe lastig het in economische tijden is. We weten ook hoe lastig het nu is om als moskeeorganisatie sowieso geld in te zamelen voor welke actie dan ook. Ja. En dan nog eens een keertje voor zo'n school. Ik denk van, nou, ik zeg, als wij met het schoolbestuur in Rotterdam een afspraak kunnen maken, zodat onze ouders daar ook achter staan en zij daar even geparkeerd worden, tijdelijk, om dit jaar te overbruggen, om daarna een nieuwe start te kunnen maken,
in een nieuwe stichting in Rotterdam, dan denk ik dat dat de beste oplossing is voor onze ouders en voor onze leerlingen. Want dat is het belangrijkste. Okay. Het gaat niet om de stichting. Deze stichting hoeft niet. En de naam Ibn Khaldun is al bevlekt door de diefstal. En dat vind ik al erg genoeg. Ik vind het al erg genoeg dat zo'n groot geleerde vanuit de islamitische traditie zijn naam gekoppeld wordt aan diefstal. Hmm. Dus ik moet ook iets aan die naam gaan doen. Want elke leerling die hier afstudeert en een diploma krijgt, zal altijd in de toekomst gekoppeld worden. Ook al is het al eerlijk een diploma, iedereen zal denken, oh, Ibn Khaldun. Ja, en dat moeten we ook voor onze leerlingen niet aandoen. Ja, en u geeft net aan dat het oprichten van een nieuwe school geen mogelijkheid is. Wat zijn nou precies de belemmeringen? De belemmering bijvoorbeeld ICA op dit moment... De belemmering is één, dat is natuurlijk politiek. Uh-huh. Je hebt wet en regelgeving. Uh-huh. De wet en regelgeving zegt het volgende. Je hebt artikel 23, je hebt recht op onderwijs. Dus je kan als organisatie een onderwijsaanvraag, een schoolaanvraag indienen bij de inspectie. Of bij OCW, ministerie. Maar er zijn regels aan verbonden die zeggen, we gaan eerst kijken welke scholen op islamitische grondslag in het primair onderwijs in Rotterdam aanwezig zijn. En daar gaan ze tellen hoeveel leerlingen daar aanwezig zijn. In het islamitisch onderwijs in Rotterdam, mm-hmm. primair. Dus basisscholen. Ja. En op basis daarvan zeggen ze van er is maar één school die recht heeft in Rotterdam voor islamitisch onderwijs. Eén. Als je kijkt naar de leerlingaantallen. Nou is het zo van dat ze zeggen van oké, als er één aanvraag is, dan kan die school die aanvraag krijgen en dan kunnen ze oprichten. Mm-hmm. Maar er zullen meerdere aanvragen komen. Okay. Dat heb je in Amsterdam ook gezien. Okay. En dat zul je hier ook merken. Als deze school dicht gaat, dan zul je zien, en de jamaat in de islamitische gemeenschap is geen echte eenheid helaas. Mm-hmm. Terwijl we dat wel moeten doen. Mm-hmm. Dan zul je zien dat groep X een aanvraag indient, en de groep Y een aanvraag indient, en de groep Z een aanvraag. Dan komen er 3-4 aanvragen binnen. En dan zegt het ministerie, ik heb maar al die leerlingen worden dan gespreid over al die aanvragen. Mm-hmm. En dan zeggen ze van, oh, er zijn te weinig leerlingen, dus al die aanvragen worden afgewezen. Okay. En dat betekent dat je dus nooit meer islamitisch onderwijs in Rotterdam zult krijgen, omdat er dus meer dan één aanvraag altijd binnen zou komen. En kunnen de moslimgemeenschappen dan eens worden met één aanvraag? Ik ken de islamitische gemeenschap al langer dan als vandaag. En ik heb in al die besturen gezeten waar de koepelorganisaties bij aangetrokken zijn. Dat wordt een hele lastige en bijna onmogelijke taak. Want elke keer is er wel een groepering bij ons die zegt van, nou, dan ga ik dat wel doen. Ja. En we krijgen die ruzies. Dat zie je bijvoorbeeld heel simpel bij de aanvraag voor de zendtijd. Voor de islamitische zendtijd. Nou, wat ik daar allemaal heb meegemaakt aan ruzies en over aanvragen. Je krijgt altijd groeperingen die zeggen van oké, ik ben er niet mee eens, ik ga ook een aanvraag indienen. Daar zie ik dus geen reële oplossing in. Oké, daar heb ik nog een laatste vraag. U geeft net aan dat de pijlen bij het onderzoek vaak gericht werden op het verleden. Dat de conclusies hoofdzakelijk dan zijn gebaseerd op het verleden van de school. Kunt u dan zeggen dat de conclusies die zijn getrokken terecht zijn? Nee. Okay. Ik kan dit zeggen over de conclusies. Als deze school het verleden niet had gehad, mm-hmm. dan geloof ik ook niet dat dit besluit was gekomen. Okay. Je kan het ook zo zien. Je bent slachtoffer geworden van een misdrijf, van een inbraak. Mm-hmm. En een slachtoffer moet je juist helpen, toch? Mm-hmm. Dat zou toch heel normaal zijn? Ja. Dat je dus een slachtoffer helpt om weer verder te kunnen gaan. Maar omdat het verleden zo belast is, zijn we niet slachtoffer van het misdrijf geworden, maar we zijn onderdeel van het misdrijf. Okay. De druppel die de emmer doet overlopen, zoals het Nederlands spreekwoord zegt. En we hebben ze een stok gegeven, en met die stok worden wij geslagen. Okay. Dan hebben wij het gedaan. Ja. Dus ik zeg ook, het verleden is het verleden. Als je kijkt naar het anderhalf jaar, en dat zegt de inspectierapport, de zaken waren op orde en waren op gang gezet. Maar het heeft tijd nodig. En als het ministerie zegt van het inspectierapport 2 jaar... Ja, binnen 2 jaar is dat niet meer te halen. Want we zijn juist teruggeworpen in tijd door wat er gebeurd is. Mm. We zijn weer terug bij af. En wij hadden voor onszelf een traject vorig jaar van 3 jaar uitgestippeld. En nu ben je weer terug bij nul. Ja. Na 1,5 jaar. Dus in 2 jaar tijd lukt dat niet. Maar als je dan zegt van, geef mij dan 4 jaar of 5 jaar. Dan lukt het wel. Maar niet zonder de voorwaarden die gesteld zijn. Ik moet een schone lei hebben. Financieel moet ik dus 4,5 miljoen ergens vandaan halen. Met mijn personeel moet ik wat gaan doen.
ik moet met mijn docentenkorps wat gaan doen. Die voorwaarden moeten wel gerealiseerd worden. En daar heb je ook geld nodig en tijd voor nodig. Okay. En als ik dat geld wel zou hebben, als ik morgen 4,5 miljoen op mijn bankrekening vind, doordat er gulle gevers zijn, mm-hmm. Dan is deze school ook gered. Okay. Duidelijk. Goed, duidelijk verhaal. Is er nog een boodschap wat u aan de kijkers thuis kwijt wilt? Ja, ik vind het van belang, met name voor onze ouders die hier leerlingen hebben, dat in het belang van het voortgezet onderwijs in Rotterdam, zij echt ervoor moeten zorgen dat de eenheid van de umma hier behouden blijft, in het belang van het islamitisch onderwijs in Rotterdam. En dat onder welke schoolkoepel dat ook verder gaat, dat het altijd in het belang is, met behoud van onze eigen identiteit, voor het islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam. En dat alle argwaan die er is naar andere schoolbesturen, dat ze die even terzijde moeten leggen, dat dit een kans is met een ander schoolbestuur tijdelijk verder te gaan, om daarna weer zelfstandig een nieuwe toekomst voor het islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam te realiseren. Met kwaliteit waar onze kinderen meer dan 100% recht op hebben en waar mijn islam en onze islam verplicht dat wij deze leerlingen goed onderwijs geven, zodat ze voor de toekomst voorbereid zijn in de samenleving. Ik wil graag een handdruk geven nog voor de dank. En aan de mensen thuis wil ik aangeven, nou, het verhaal is duidelijk. Ik hoop dat dit verhaal en dit interview met de broeder heel wat verduidelijk heeft. En dat ja, door deze interview mensen thuis toch een beter beeld hebben van de situatie hier op de Ibn Khaldun school. Beste broeders en zusters, we sluiten inshallah af. Ik zou zeggen, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته